من القروه وهم ضحكوها خلي وذن وسديد كم ما راه مليح ما عدا ما غار وخي قال لنا غير عيب واستلمني قار قال عيب واستلمني قار معنا قار وين قار يا 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 صافي قار غاية يا صافي في يتين بست هو يمير بسخايتن En gelijk had hij dat, want in elke rol Hoijmeijer zitten 14 beste beurten. نشين وزدم زواني وان غري وان ما انا خوني الحمد لله وقتها تقاضي مزيوين على الزمن باش تلقى الدبلوم تلقى كلشي حوش شنا مزيو طوا تي مزيوين على الزمن عيني تو حوجني خدام ليش رزقنا تغار رخو ولا رخو المثال مي غازني خدام الزياده كنا اوتوماتي مو انا خص غنها مزيو ميدون سيفي دغا هولندا ميدون دغا هولندا اش لا تعتقى ما مزيو كنت تعتقدني رخو مي لا عاود تقصي من واتيريا واخا الحمد لله واخا تعاون واخا شنوان غير قد تعاوني قصه ابعد هن الصغانة في كسن بالدن بالسيف وهن الصغانة ابعد دايرين هذه خدمين ثم هذا خريق قيقع توضع حسب عندي هولنديين الاخوان هنا. Je moest samenwerken, er moest een proces zijn. En ja, dat deed je ook wel samen. Dat ging prima. En het communiceren, want dat hadden we veel Nederlanders die zeiden al gauw van jij die kant, jij die kant en jij die kant. Ja. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb gewoon Nederlands gesproken met die mensen, omdat ze dat vrij snel door hadden. Alleen het praten naar ons toe was gebrekkig. Dat is nu nog. Eigenlijk is dat altijd gebrekkig gebleven. En daar heb ik me niks van aangetrokken. Ik heb gewoon gedacht van, joh, we gaan jou Nederlands leren. Dan moet je het ook maar verstaan ook. Met handen en voeten werd ze duidelijk gemaakt wat er op die arbeidsplaats van hun verlangd werd. Ik denk dat je nu die mensen toch een spoedcursus zou laten geven om een beetje Nederlands te kunnen gaan praten. Waarom deed je dat toen niet? Oh, dat was helemaal, dat kwam helemaal niet, dat was helemaal nog niet aan de orde toen. We praten nu over 50 jaar geleden. Ik denk dat je nu ook bijvoorbeeld je beschuitchefs, die mensen moesten aansturen. Dat je die wat bij zou brengen over de cultuur van Marokko. Uit wat voor omgeving dat die mensen, uit wat voor achtergrond dat ze kwamen. Over het geloof en dergelijke. Ja, daar zocht ik naar, aan deze spreuk. Aan ons den arbeid van God den zegen. Die was dus achter een wandje verdwenen. Ja, Hoijmeijer was van den beginnen af een gereformeerd bedrijf. We vonden deze spreuk toch van zo'n essentiële waarde voor de onderneming. En de geest waarin hier gewerkt werd, die mag dan ook niet verloren gaan als ze zometeen deze fabriek met de grond gelijk gaan maken. Met name in die beginperiode, in beginsel alleen gereformeerde mensen aan. Dan is het natuurlijk heel bijzonder om te bedenken dat nu, 50 jaar later, bijna allemaal Mohammedanen werkten. Moslims. Moslims, oké. Okay. Wij waren een beetje gewend dat als we gingen bidden of danken, dat we dat in een rustige ruimte deden. Maar Marokkanen die deden dat eigenlijk overal. Waar ze waren, zeker in het begin, gingen ze gewoon zitten. Een stukje karton neerleggen, naar het oosten toe en danken. Ja, dan stoorde je hun niet. Het werk ging hier gewoon door. Er was een hoop herrie en platen, noem maar op. En hun zaten daar geknield naar het oosten. En na verloop van tijd hebben we daar een aparte ruimte voor gemaakt. In deze ruimte hadden we dan, we hadden hier twee douches staan. En deze ruimte, hier hangt nog
waar het gebedskleedje op hing, zeg maar. Dat werd dan op de grond gelegd en ging echt naar het oosten bidden. Dat gaf wel eens een nadeel, omdat er natuurlijk ook wel de douze aan het einde van zo'n wacht, of wat, als er wat gebeurd was in de fabriek, en je zei van, nou, ik moet het toch even afwassen, dan kon je niet naar binnen. De twee douches waren hier achter mij, maar je kon niet naar binnen, want er zat hier iemand te bidden. En ja, dat vond je toch vreemd. Uit eerbied zei je eigenlijk van, nou, laat hem maar zijn gang gaan. Maar naderhand is dit de gebedsruimte geworden. Ja. Let op aan het bureau. Het bureau is chef. Zoals een moeder naar het chef. Is het maar net zo? Is het. Zo van gaat het naar het chef. Na zo dik aan dan wat ik merk aan het feestdag. Zeg maar, ik zeg naar niet vrij. Het is niet per dag. Ik zeg dat mooi in de laag. Amas we in de laag aan de laag. Oh, hard gedeeld in de laag. Oh, met de vrug. Zoek dan moeder. Wauw, ze kwam met het kleren moord. Zeg hem niet aan zich. Toen was hij niet Hij niet aan zich. Hij was 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 niet aan zich. Met Ramadan eten die mensen niet zoveel. En vaak was het dan zeg maar tot 6 uur, 7 uur, eer dat ze weer mochten eten. Dan gingen ze terug en dan was er altijd soep. Hele speciale soep en minthee. Wij kregen dat ook altijd. Wij kregen altijd soep te eten. Ja, dat vond je niet lekker, maar je deed toch mee. Omdat die mensen, nou ja, die wilden gewoon wat kwijt. Die wilden delen. En dan aten ze eigenlijk alleen maar soep. Adnadef toch wel aan het niet aksteer, prikklok. Toch al eerst minuut, nistoagari, mian, wat er zou hebben. Mietoagari, een toerecht. Toch adnadef, een prik zou recht, at een sas. Hij met zou recht, toch aan in toon dubbele, je karp dat hamma. Toch heb ik een dubbele, ze neemt zich een zwaar, maar ik kan er als een dicht. Heel mooi, met deze skakel. سقاق بني السكان وخا طويعة واحد السيزي فابريكا يتساعد هذيك لان تما معليش واخا السكات معليش ما يحواج يقاس واخا السكات معليش هذي السكا هذي هذي واخا فابريكا هذي خدم واخا اللي طوي نسقننت ذي سيدس شنو مار تسلخ ماشينا شنو مار هنا يوذن ذي هذي ذي 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 قيم تحشي غزرة غن افاق مشي غن باش خوت خاط جافاس باش خوت خاط جافاس تاك ماشينا متوقعات نعوك شي شتوك ديم الزيانة كذا يتقفاس خزرة غن اي كافاق مشي غن ما تصدني تاي توس ما غاوا جونيز Zeker in het begin praat je nooit over een gedeelde dienst. Dan was het altijd van, joh, wil je blijven? Ja, dan was het ook direct voor 8 uur. Dan werden er inderdaad, 16 uur achter elkaar gewerkt. En hoe kijk je daar nu op terug? Ja, dat was heel vreemd. Ik zeg, ja, vreemd. Dat kan nu in deze tijd niet meer. Gelukkig maar. Want dat zou ook niet goed zijn. Het is door die wetgeving natuurlijk veranderd. En ik vind dat wel terecht. Want mensen moesten met machines werken. En het eerste uur moet je opletten. Maar het laatste uur moet je ook opletten. Dat is het nadeel van met machines werken. En dat zou nu onverantwoord zijn. Ja, dat kan niet meer. Dat was natuurlijk niet in Den Haag, maar de verleiding was natuurlijk wel erg groot om dat te doen. A, omdat dus die mensen dus op het fabrieksterrein dus gevestigd waren. Maar B, omdat ze zelf namelijk ontzettend graag overwerkten. Ik herinner me nog een verhaal. Dat er dus een van die Marokkanen een paar keer achter elkaar dus voor overwerk gevraagd werd. En dat tot grote oneenigheid in het Marokkanenpension aanleiding gaf. Want ze wilden dat het overwerk over de mensen verdeeld werden. Want ja, die mensen die wilden zoveel mogelijk uren maken, zoveel mogelijk geld verdienen. En omdat dat stuurden ze naar huis, naar de familie toe natuurlijk. Ik zie niet, ik laag al gewoon neer. Ik zie niet, ik ga zelf dobbelen van de zwaarder.